Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 10 van Mol Talk. De allerlaatste aflevering van Wie is de Mol? En wat een bekendmaking. Toen ik de video van Daniel zag, dacht ik echt nog even: van ja, hij is de Mol. Want alles wat hij zei, heeft hij ook gedaan tijdens de aflevering. En toen werd het bekend dat toch Jurgen de Mol was. Ja, het is ook gewoon zo ontzettend bizar. En als je dan ook alle molacties terug ziet, dan heeft hij toch echt wel een hoop uitgehaald. En er is ook heel veel gewoon uitgezonden. Dat verbaasde mij ook wel een beetje eigenlijk. Dat er nog zoveel gewoon in de aflevering zat. het was echt sowieso meer dan de voorgaande aflevering. En het was ook gewoon zoveel meer duidelijk. Ik was hier echt wel blij mee verrast als ik eerlijk ben. En toen ging ik ook nog even kijken in mijn Wie is de Mol app met, de, met het spel natuurlijk. En daar bleek ik dus dat ik acht van de negen vragen goed had. Ja, dat verbaasde mij nog meer. Dus ik, ik weet niet waar het... Uh... Waar het al fout is gaan, dat ik toch uiteindelijk uh, ga twijfelen over Daniel. Maar dit heeft toch echt wel een heel uh, bizar einde gehad. Ja, en nu uh, gaan we voor de laatste keer de aflevering, of eigenlijk meer de molstreken, bespreken. Ik uh, pak er een aantal uit die ik uh, noemenswaardig vind of die ik uh, ja, leuk vind om nog een keer uh, naar voren te halen. Natuurlijk uh, te beginnen met de Bad eendhint. Ja, wat uh, kan ik daarop zeggen? Het enige wat ik daarop kan zeggen, is dat de Bad eendhint dus op iedereen had kunnen slaan. Maar het was blijkbaar dus de verwijzing van onder andere de kleur geel. Blijkbaar betekent dat geluk. En dat wist ik dus ook niet. Dus heb ik alsnog weer wat geleerd. En de wat eend aan zich geweest dus naar Guus Geluk. Die een uh, stripheld is. Nou, een stripheld. Die een uh, stripfiguur is bij Donald Duck. En eigenlijk toen ik uh, afleveringen uh, 9,5 aan het schrijven was... Had ik wel zo'n idee van nou dat zou nog wel eens kunnen zijn. Uiteindelijk heb ik het niet meegenomen. En het bleek dus dat het toch echt wel waar was. Ik denk dat dit ook wel een van de best bewaarde geheimen van dit seizoen is. In ieder geval petje af voor degene die dit heeft bedacht. En dan gaan we door naar de molstreken. Waarvan ik denk dat ze noemenswaardig zijn. Of dat ze gewoon bijzonder zijn om nog een keer te bespreken. Er waren natuurlijk best wel veel molstreken. Volgens mij was de, de langste video was 38 minuten wat ik zag op de website. En een van de dingen waarvan ik ook wel uiteindelijk snel wist dat Jurre de mol zou zijn... ...was natuurlijk dat hij echt heel vaak, met een andere, voor zichzelf ging. Maar ja, ik moest gewoon tactisch zijn. Ja, ik moest gewoon altijd voor mezelf gaan. Een joker. Dat is een joker voor Jurre. En één of twee keer voor jezelf gaan zou je nog kunnen verwachten. Zeker als je niet zeker weet wie de mol is. Maar bij de opdracht dat ze gingen paraglijden... ...jurre iets hoorde zeggen waarvan ik echt zoiets had van kan je dat nou zeggen? Yes! Oh, Judre, gaat weer voor de jokers! Ja man, fok dat geld. Nou ja, uiteindelijk bleek dus uh, dat je dat uh, als mozijnde gewoon kan zeggen. Als kandidaat zou je dat sowieso nooit doen. Het was in ieder geval wel een hele gedurfde actie vanuit hem. Dan hebben we natuurlijk de kerkgangersopdracht, waar iedereen een vaste plek in de kerk had. Daar had ik al gezegd dat Jurre af en toe hele vage antwoorden gaf. En ja, dat werd ook wel weer bevestigd. Wat doe je voor do living? leven? Ik ben student. Een student, oké. Okay. Iemand die werkt in de bibliotheek, staat die op de lijst? En dan jezelf omschrijven. Dat is nog wel het meest opvallende dat het door niemand ontdekt is, en of gezien. Hoe is dat in Vredesnaam nou mogelijk? Ja, het zijn eigenlijk allemaal best wel voor de hand liggende en echt wel hele opvallende molacties en aanwijzingen richting jurre als mol zijnde. En ze hebben daarmee toch ook best wel een groot risico genomen, dat het ook nog eens het geval zou kunnen zijn. Dat het dus gewoon heel snel bij het publiek bekend zou worden dat hij de Mol is. En dan uh, de opdracht van het schip. En dat was eigenlijk wel een van de meest opvallende opdrachten. Waar uh, Jurre het woord schip liet vallen. En het was er ook wel een van de meest essentiële momenten in de aflevering. En eigenlijk ook voor het hele seizoen. Anders had het dus allemaal heel anders kunnen lopen. En dat was vooral bij het. Uh, Koffertje, natuurlijk. We hebben ook slag aan uh, Hol. Breuk, stoomschip schip is het meest. Dan zou maar schip breuken kunnen. Schip, schipbreuk. stoomschip, schip breuk. Schipperen, schipperen, schipperen. 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 Juist, ja, het is schip. schip, schip. Ja, helemaal prima. En de mooiste molle actie vond ik nog wel steeds uh, bij de fotoopdracht. En dat hij heeft gewonnen zonder enige serieuze manipulatie. En dat werd ook gezegd, gezegd door Rick, natuurlijk. Dat is nog wel het meest bijzondere. En toen won ik dus. En dat had ik echt nooit gedacht. Ik denk dat van het hele seizoen en ook wel van voorgaande seizoenen. wel een van de leukste opdrachten was. Überhaupt, dat ze eigenlijk wel dit soort dingen weer meerdereen moeten doen. En natuurlijk, iedereen wist ook wel dat de reactie van Jurre enorm overdreven was. Maar ja, je moet wat als je daar in je eentje staat. <laughs> je moet toch proberen blij te zijn. En uh, natuurlijk uh, de laatste opdracht uh, waar Jurre de tas liet gaan. <laughs> Dat was voor mij ook wel het moment dat ik enorm twijfelde of Daniel niet toch de mol zou zijn. Want zoals we ook hier kunnen zien, zagen we ook gewoon dat Jurre de tas losliet. Waar die andere tas is gebleven, ik heb dan ook geen flauw idee. En het andere, wat natuurlijk ook heel veel naar voren is gehaald, is dat Daniel in eerste instantie dus vijf pakbommen had en uiteindelijk maar twee overhield. En ik vraag me nog steeds af waar die andere drie zijn gebleven. Of dat Jury die had, maar dat lijkt mij volgens mij sterk. Ja, of da dat er iets anders mee is gebeurd. Ik denk dat het een heel goed uh, waar geheim zal blijven. In ieder geval, dat waren uh, tot zover uh, de molacties die ik uh, leuk vind om te uh, gaan bespreken. Ja, het geeft mij ook wel aan hoe interessant ik uh, dit seizoen eigenlijk vind. En daar gaan we het ook verder nog even over hebben in de afsluiting van deze aflevering. En dat is natuurlijk nu het moment van de afsluiting van de aflevering. En uiteraard het seizoen van Wie is de Mol. Ja, de aflevering waar het bekend werd dat Jurre de mol is. Daniel de winnend finalist en Ranomi de verliezend finalist. Alles bij elkaar genomen vind ik dit eigenlijk toch wel het meest leuke seizoen wat ik tot nu toe heb gezien. Zeker omdat er meer variatie zat in de opdrachten. En omdat het gewoon veel beter te volgen was. En... Eigenlijk ook wel wat sneller kon achterhalen wie de mol was. En dan is de vraag: heb ik spijt van dat ik de punten heb verdeeld tussen Daniel en Jurre? Nee, absoluut niet. Ik heb er uiteindelijk best nog veel punten aan overgehouden en ik sta ook bovenaan in de vriendengroep. En over best veel, dan praten we over 53.000 punten. Dus volgens mij, even uit mijn hoofd, was dat een vierde ongeveer van het aantal punten wat je kon verdienen. En ja, dit was voor mij dan wel weer een hele leuke ervaring. En ik hoop uiteraard dat ik het nog een paar jaar kan gaan doen. Ik hoop dat dan de komende seizoenen of de komende keren dat ik het ga doen, dat het wat minder tegenval heeft en vooral ook wat mindere technische problemen. Die heb ik echt heel veel gehad tijdens het maken van deze video. En om even een klein voorbeeld te noemen, en ik hoop dat het nu meevalt, is dat af en toe uh, bij het opnemen van deze afleveringen dat mijn beeld glitcht. En ik heb geen idee waardoor het komt. Het komt waarschijnlijk door de camera, of misschien omdat het heel erg nieuw is. Dat zou ook nog kunnen. En dat was voor mij best wel storend. Gelukkig heb ik daar geen reacties over gehad. Maar ja, dat zijn toch wel de dingen die ik even mee wilde geven. En een aantal keer ook dat tijdens het opnemen. Dat gewoon überhaupt mijn hele pc crashte. Dus een van de volgende acties die ik ga doen is überhaupt mijn pc opnieuw installeren. En dan gaan we er gewoon weer met goede moed er tegenaan. Ik wil dan jullie ook als kijkers bedanken voor de vele reacties die ik heb gehad. De vele likes. En ik wil ook de mensen van harte welkom heten die nieuw hier zijn op het kanaal. En die geabonneerd zijn. En ja zonder jullie had ik dit echt niet kunnen doen. En daarom ben ik jullie ook enorm dankbaar. Voor het feit dat jullie hier ook gewoon waren. En ook gewoon... Meespeelde met het spel. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. En ik hoop dan ook van harte dat jullie het volgende seizoen er gewoon weer bij zijn. En dat we gewoon weer heel veel plezier gaan hebben. En dat is ook waar ik van nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. En van dit seizoen natuurlijk. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu. Uh... la te